Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 1 september 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Als het lukt is van de opname van een deel van deze uitzending vanavond een video op internet te bewonderen op YouTube/panelete.nl. Afgelopen dagen zijn de AM-zenders van de NPO en die van Radio Maria op 675 kHz uit de lucht gegaan. In tegenstelling tot eerdere berichten blijft Groot Nieuws Radio, dat een vergunning heeft, tot dan in elk geval tot september 2017 op 1008 kHz op de Middengolf uitzenden. Vanaf vandaag is het station ook op DAB Plus te beluisteren, aldus een persbericht van het station en de website radio-tv-nederland.nl. Een ander bericht op radio-nederland.nl dat hiermee verband houdt is dat alle Nederlandse commerciële omroepen sinds 31 augustus 22.30 via DAB Plus te ontvangen zijn. Op de vrijgekomen 747 kHz was vanmiddag al een sterk signaal van een etenpiraat met de bekende piratenmuziek te horen. Tijdens sale in Amsterdam heeft Agentschap Telecom diverse controles uitgevoerd van onder andere het marifoongebruik. Daarnaast zijn ook veiligheidsverbindingen gecontroleerd en de vergunningen voor het gebruik van etenverbindingen door de media. Aldus de website van het agentschap. Uiteraard vormt zoveel HF op zo'n kleine plek bij elkaar een grote uitdaging. Er werd bijvoorbeeld gekeken of marifoonkanalen correct werden gebruikt en of de marifoon gebruikt werd voor het doel waarvoor deze bestemd is. Buiten twee serieuze storingen waren er daarbij geen... Buiten twee serieuze storingen waren er daarbij geen storingen in het marifoon... Ja, dit gaat echt goed. Dit komt met de bloopers. Buiten twee serieuze pogingen waren er geen in het marifoon... Nou, die zin die loopt ook niet, hè. Buiten twee serieuze storingen waren er daarbij in het marifoonverkeer geen ongerechtigheden. De eerste storing vond plaats op woensdag 19 augustus op marifoonkanaal 16, het nood-, spoed- en veiligheidskanaal. Het betrof een permanente draaggolf vanaf een varend recreatievaartuig. Nog voordat de toezichthouders de veroorzaker konden traceren, werd deze marifoon uitgeschakeld. Een probleem dat bij ons zendamateurs niet onbekend is. De tweede storing was op zaterdag 22 augustus te horen op kanaal 10 voor veiligheidsverkeer. Ook deze storing was snel weer weg. Op zondag 23 augustus bleek dit marifoonkanaal echter weer te storen. De toezichthouders van Agentschap Telecom vonden het betreffende vaartuig, beroepsvaart. De schipper heeft zijn marifoon, die waarschijnlijk een technisch mankement had, uitgezet. Hierover wordt door Agentschap Telecom een rapport opgemaakt. Agentschap Telecom houdt ook maritiem toezicht op onder andere Automatic Transmitted Identification Signal, ATIS, en Automatic Identification System, Agentschap Telecom houdt ook maritiem toezicht op onder andere Automatic Transmitted Identification Signal, ATIS, en Automatic Identification System, AIS. Tientallen schippers die zich niet aan de regels hiervoor hielden zijn aangesproken en of kregen een boete aangezegd. Bij de media, die toch vele live-uitzendingen vanaf het element... verzorgden, waren er verder geen zaken die bij controle niet voor elkaar bleken. Vandaag zou mogelijk de ontvanger Den Haag van het PI2 NOS-systeem en mogelijk ook van PI3 UTR online komen. Bij het inspreken van deze uitzending was nog niet bekend of dit ook het geval is. Even kijken, nou 4 minuten. Dat moet genoeg zijn. Samen met de bijdrage van PD4 ROB en de aan- en afkondigingen.